Dat wordt nu van de Stila 44. Het is een Nederlands ontwerp wat in Polen gebouwd wordt. Wat de ontwerper benadrukt is eigenlijk dat ze de Scandinavische degelijkheid hebben willen koppelen eigenlijk in een Italiaanse vormgeving. En dat is ook wel een beetje te zien. Het schip is ten eerste heel degelijk gebouwd, het zit goed in elkaar, dat is allemaal prima. Maar als je zo de kajuit kijkt waar we nu in zitten, dan zie je dat die eigenlijk vrij origineel is. Aan de ene kant het gebruik van donker mahonie, crèmekleurige schotten en een crèmekleurig plafond. En dan ineens zo'n blauwe, bijna lila bank hier in het midden. En dat geeft toch een bepaalde stijl die we in onze boten hier in die noordelijke water eigenlijk niet zo gewend zijn. We hebben er vanmiddag mee gevaren en het horizon windkracht 4. Nou, de boot die loopt heel lekker, komt wat langzaam op gang. Dat komt met name ook omdat hij behoorlijk gewicht is. Staat tegenover dat hij ook wel veel zeil draagt. Dus, maar als hij dus helemaal snelheid heeft, dan loopt hij dus eigenlijk heel erg lekker. De besturing is heel direct. Dat komt omdat ze niet hier met kabels hebben gewerkt om de stuurkracht van het roer over te brengen op het roer. Maar met stangen, zodat je een hele directe besturing hebt. De Stila 44 is een buitenbeentje, is een heel bijzonder ontwerp. Als je hem ziet varen ook met die ovale raampjes, dat hele bijzondere achterschip, wat aan de ene kant zo'n negatieve spiegel is, maar aan de andere kant op het dek zo rondloopt. Daar is duidelijk behoorlijk lang aan getekend, gesleuteld. En het ziet er weer wat anders uit. Wat dat betreft is het een originele boot.